Dit is de Rabobank en iedereen gebruikt wel eens geld. Maar waar komt dat geld vandaan? Dat gaan we uitzoeken in het nieuwe kenniscentrum van de Rabobank. Hoe moeten we nou naar binnen? Hallo. Hallo. Wij zouden graag meer informatie willen weten over het kenniscentrum van de Rabobank. Ja, er staan hier twee mannen, jongens, die willen graag informatie. Hij komt er zo aan. Wat is hier nou weer? Oh, moet je kijken, hier zitten ze te eten. Waarom wordt dit gebouw eigenlijk een kenniscentrum genoemd? Want dit gebouw is eigenlijk een plek waar allerlei kennis van mensen die bij de bank werkzaam zijn, gebundeld bij elkaar zit. Loop maar eens met me mee, dan gaan we kijken. Hé, maar wat is het eigenlijk voor een inrichting? Nou ja, het is een kantoorinrichting en het moet hier een beetje huiselijk aanvoelen. Dus daar is de inrichting op afgestemd, dat het een beetje huiselijk en knus voelt. Ja, dit is de afdeling waar vooral de mensen zitten die telefonisch contact hebben met klanten. Ik behandel alle vragen die binnenkomen via internet. Als je pasje kapot is of je wil een terugboeking doen of je hebt een vraag, dan kun je die ook stellen via internet. Oké, interessant. Wat zien we daar nou? Waarom hebben ze dit? Ja, dit zijn zogenaamde lockers. Daar kunnen de mensen hun spulletjes in opbergen. Zodat hun bureaus lekker schoon blijven en geen spullen blijven liggen. Dat is wel handig, hè? Dat is handig, ja. Ze hebben dat huiselijk wel heel erg goed aangepakt, want in deze bank hebben ze dus ook weer een bank. Hè? En, hoeveel treden waren het? En jij zou ze toch tellen, hè? Ja. En waar gaan we nu naartoe dan? Ja, we gaan nu naartoe over deze zwevende trap naar... Wat is een zwevende trap dan? Ja, zoals je ziet, een trap die zweeft. Nou, daar hebben we dus ook nog nooit van gehoord. We gaan nu naar de afdeling waar, of de plek waar spreekkamers zijn. Waar je klanten kunt ontvangen en gesprekken met elkaar kunt houden. Wil je bijvoorbeeld een hypotheek of beleggen met je geld? Dat soort zaken. Nou, kijken jullie maar rustig even rond. Maar dit is in ieder geval de verdieping waar op allerlei mogelijke manieren overleg kan plaatsvinden. En meer in een formeel overleg zit je in een spreekkamer. Als je wat meer informeel met elkaar overleg hebt, dan ga je aan die tafel zitten, een hoge tafel. Ja, in totaal zijn er zo ruim 200 mensen die hier werkzaam zijn. Ze gaan ze gewoon eens natellen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja. Die houden zich met allerlei disciplines bezig. Verzekeren zit hier toevallig. Daar zitten mensen die de bedrijven klanten helpen. Dus maar hoe hoog is het gebouw eigenlijk? Hoeveel verdiepingen? Ja, het heeft 7 verdiepingen en het is bijna 35 meter hoog het gebouw. Wij moeten er gewoon uitlopen? Ja. Oké. Oké, we zijn er. Fijn. Hier zijn we dan op de allerhoogste verdieping. Met een fantastisch uitzicht op Roermond aan die kant en de snelweg, de A73. Dus fantastisch uiteindelijk. Op de snelweg. Zo. Maar waarom staat het gebouw dan eigenlijk zo scheef? Dat heeft eigenlijk twee achtergronden. Eén is dat de architect iets heel dynamisch wilde maken. En anderzijds was het om ten opzichte van de zon op een ideale stand te komen. Zodat het gebouw duurzaam kan zijn. Zodat het gebouw niet zoveel gekoeld hoeft te worden in de zomer. Wat bedoelt jij eigenlijk met duurzaam? Ja, duurzaam wil zeggen dat je zo min mogelijk energie verbruikt in de winter om het gebouw te verwarmen. En zo min mogelijk energie in de zomer gebruikt om het gebouw koel te houden. Kijk, hier kunnen we naar het balkon. Zo. Hier valt wel op dat het eigenlijk wel best behoorlijk hoog is. Ja, dat is die hoogte wat ik jou net vertelde, hè? Zo'n 35 meter hoog. En nu voel en merk je pas met die snelweg en die spoorlijn hoe het hier is, hierboven. Ja, best een mooi uitzicht, behalve die snelweg dan. Ja. Hallo! Hé, maar zijn we eigenlijk niet iets vergeten? Zo hallo! Iets.